Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe video. Ik ga niet de hele week vloggen waarschijnlijk, maar ik ga vandaag wel vloggen. Het is vandaag dinsdag. Hoi jongens, ik ben nu op dit moment deze video aan het editen waar jullie naar kijken. En ik wil nog even laten weten dat dit een video is van 2 weken geleden. Die dus vorige week online had moeten komen. Maar hij is niet online gekomen omdat er een onderdeeltje is. Dat was kapot en dat onderdeel dat kwam maar niet en dat kwam maar niet. Dus mijn video is een week vertraagd. De weekvlog van vorige week komt dus vandaag niet online. Ik heb hem even opgeschoven. De video van vorige week die komt dan vrijdag, aankomende vrijdag online. Dus dan weten jullie dat. Veel kijkplezier, doei! En ik weet dus nog niet hoe lang een weekvlog dit wordt. Waarschijnlijk een midweekvlog. Het is dinsdag, ik sta nu voor de deur bij mijn personal trainer, bij Kim. Dus we gaan lekker trainen vandaag. Want dat is nodig, want ik heb echt lopen vreten de afgelopen dagen, dat is niet oké. Okay. Jan en ik hadden gisteren koekjes gebakken ook. Ik kan je vertellen, je wordt er niet heel fit van. Maar van sporten wel, dus dat gaan we nu doen. Joehoe! Goed. Woehoe! Werken we van een andere generatie nu? Ja, ik voel me een oudere generatie. Zo dichtbij hoeft het echt niet hoor. Daar wordt niemand vrolijk van. Goed zo. Ga maar. Voel je het lekker in je kontje? Ja. Ja. Doe maar. Ja, nou. Even pauzeren. Maar wist je dit niet? Dat Björn Borg en Nike hebben een samenwerking. Is X. Borg X. Nike. Hashtag influencer. Zoe, wat vind je daarvan? Lean back. Is Kim een boomer of is ze het niet? We gaan het testen. Ik zal het even bekijken. Waar heb je het besteld? Bij Routines Fashion. Ik kwam dit voorbij op Instagram. Ik dacht, kijk, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Want dit is helemaal. Ik heb traag normaal sportkleding, dus een beetje gek. Kijk, ik dacht, deze broek is festival. Ja, die vind ik ook wel leuk. Wat vinden we hiervan? Ja, leuk. Ben ik wel goedgekeurd? Jongens, Routines Fashion, gratis promo. Ja, ik vind het wel leuk. Oké, en ik heb het dus nog wel eens besteld. Toen dacht ik echt, ja, nou... Heb je het al binnen? Nee. Oh, dus dat moet ik nog even testen. Maar toen zag ik dit en toen dacht ik, oké, nou voel ik me echt helemaal, weet je, ik zit helemaal fashion girl. Maar wat vinden jullie ervan? Dit is het. Ja, leuk. Ja? Ben ik goedgekeurd? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ik dacht, ik heb een nieuwe zonnebril, ik ga helemaal... Ja. Jezus. Wil je laat die man lekker met rust? Kom nou, je mag niet schelden, hè? Oké, ik zit in de auto. En ik zit echt super erg te twijfelen, want ik moet vandaag een paar dingen doen. Ik wil mijn video bewerken, ik wil naar de IKEA en ik wil naar de stad. Eigenlijk is het te veel voor op één dag. Ik heb morgen ook een dag en morgen zou ik ook naar de IKEA kunnen of naar de stad kunnen. Maar er zijn een aantal items die ik echt heel graag bij de Zara wil. En er staat op de site laatste exemplaren. Dus ik moet eigenlijk vandaag naar de stad. Maar ga ik dan nu naar de stad en daarna mijn video bewerken? Of ga ik eerst mijn video bewerken en daarna naar de stad? Oké. Okay. Als ik nu naar de stad ga, dan ben ik daar over 25 minuten. Want ik ben echt aan de hele andere kant. Dan ben ik daar om 11:40. Als ik dan 1,5 uur in de stad ben ongeveer, dan ben ik 12:01. Ben ik ongeveer 1:15 klaar. Dan ben ik rond 1:30 weer thuis. 1:45. Ja, ik ga eerst naar de stad. Want daarna heb ik nog zat tijd om een video te werken. Ja. Ik zie er alleen echt niet uit en ik stink. Ik heb net gesport. Ik sta in mijn sportkleding. Maar ik ga toch nu naar de stad. Ja, het moet. Ik moet gewoon. Gaan we even lekker shoppen, jongens. Zo, jongens. Ik ben thuis en ik heb echt heerlijk geshopt. En ik ben best wel geslaagd. Ik denk dat ik echt wat leuke dingen heb voor MusicOn. Dus ja, ik ga zo meteen alles uitpakken en aan jullie laten zien. Maar eerst moet ik dus nu mijn video gaan bewerken. Dus ik ga snel aan de slag. Ik heb mijn video geëdit en ik ben lekker thuis. Ik heb net een pakketje ontvangen. Die zal ik zo eventjes aan jullie laten zien. Ik ben ondertussen eventjes wat krieltjes aan het bakken.
Mijn moeder eet niet thuis en mijn vader ook niet. Maar mijn oma die is er wel, die is ernaast. En zij had toevallig nog vlees en groenten. En wij hadden nog grilltjes, dus ik bak even de grilltjes en zij bakt de rest en we gaan straks lekker samen eten. Nou, zoals jullie zien loop ik nog steeds in mijn vieze kleding met mijn knop op mijn kop. Het komt omdat ik alleen maar thuis ben geweest en ik wilde gewoon mijn werk af hebben. En nu kwam mijn oma en moest ik snel eten gaan maken. Dus ja, ik heb nog geen tijd gehad om te douchen. Maar dat ga ik lekker hierna doen. Ik heb wel wat dingetjes gekregen van L'Oreal. Wat serums. Deze. Een conditioner. Die is wel een beetje gaan lekken. En een shampoo. Een nagellakje. Nog een nagellakje. Wat lipglossjes. En twee mascara's. Deze. Dat is heel lief van hun. En, oh ja, en nog een brow glue. Dus heel blij mee. Ja, op internet. Ja, dan moet je het bestellen. Ja. Ik heb jullie nog helemaal geen update gegeven van dit. Ja, ja. Mijn kamer is veranderd. Ik had ineens een ingeving en dat moest gewoon gebeuren. Ik ben er nu druk mee bezig. Dus deze kamer, hier komt nog een kast. En in mijn andere kamer is dus nu ook een heleboel kleding. Er gaat echt een hoop van. En ik ga jullie echt wel meenemen, maar ik ben het een beetje vergeten. Kijk, dit is nu mijn slaapkamer. En mijn kledingkast is verplaatst hier naartoe. En er hangt dus een rolgordijn voor. En er komen dus hier nog gordijnen. En ik ga een beamer kopen die dan precies daarop schijnt. Dus ja, heel veel veranderingen. Maar ik vertel jullie morgen meer. Mijn camera is bijna leeg. En ik ben heel erg moe. Dus ik ga lekker slapen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En Janine en ik gaan zo meteen naar de IKEA. Volgens mij Janine er niet zoveel zin in. Maar ik stel het al een paar dagen uit. Dus vandaag ga ik het echt doen. Het is ook echt vroeg. Het is 9:10 en we gaan naar de IKEA. Maar dan kunnen we daar ook even ontbijten. En dan even wat spullen halen. Kijken of ik een kast zie. En dan ga ik daarna gelijk door sporten. Dus lekker productief. Ja, niet? Dani? Ja, niet? Oké, guys. Het wordt tijd. De meid gaat schuren en verven en alles. En ik heb er echt geen zin in. Ik ben trouwens net bij die IKEA geweest en ik heb dus gekeken voor een kast. En waarschijnlijk heb ik erin gevonden. Ik ben wel geschokt van de prijzen. Ik wist niet dat de kasten zo duur waren. Maar ik heb wel iets gevonden wat ik dan wil. Ik zal het even later even laten zien aan jullie. Ik heb geen gordijnen gevonden en ik had... Ja, ik was ook met Jani, die heeft ook helemaal geen geduld voor de IKEA, joh. Dus ik ben snel weer weggegaan en nu ga ik maar beginnen met verven. Oké, ik ga eerst even deze spullen afdekken. Want ik moet gaan schuren en anders is alles dadelijk onder de stof. Ja, ik denk echt dat alles onder de stof gaat zitten. Lieve mensen, jullie weten niet wat ik heb meegemaakt. Dit was echt niet normaal. Ik ben dus deze kast gaan schuren. En hij was zwart. En ik had expres de deur dicht gedaan. Alles goed afgedekt. Het raam opengezet. Maar echt, alles was zwart. Inclusief mijzelf. Ik zal even een foto plaatsen. Het was echt alles. Was zat gewoon onder. Alles was zwart. Nou, toen ik dus klaar was met mijn schuur, moest ik alles schoon gaan maken. Gaan dweilen, stofzuigen. 100 keer overal een doekje overhalen. Want er bleef maar dat zwarte soort van gruis vanaf komen. Nou, nog steeds is er waarschijnlijk een heleboel zwart. Het is nu ook al 7:30 of zo. Ja, 7:30 zelfs. Het is al
Het is al 7:30. Maar goed, ik ga het dus nu verven. Ik heb opnieuw de grond afgeplakt, want dat was dus ook al helemaal versleten en zo. Kijk, hier zie je trouwens nog wat er dus overal in mijn huis was. En ik weet niet of jullie het zien, maar daarboven is bijvoorbeeld ook nog alles zwart. Dus ik heb nog niet eens alles kunnen schoonmaken. En daarboven ook alles zwart. Dus dit is me wel een klusje, zeg. Ik heb dit echt onderschat. Tenminste, ik had er geen voorstelling van. Maar er is ook niemand die even tegen mij heeft gezegd van Zoe, dit is best een flinke klus. Jongens, ik heb een pakketje binnen. Dit is de welbekende Dry Skincare Organizer. En die gaan we even unboxen. Ik heb trouwens de kast al geverfd. Ik heb het helemaal niet gefilmd. Ja, het is niet heel duidelijk, maar hij is wit. Maar er moeten nog een paar laagjes overheen. 1 of 2 lagen denk ik nog extra. Moet ik even kijken. In ieder geval, dit ding heb ik bij Amazon besteld. En ik heb het al bij heel veel mensen gezien. En ik ben heel blij dat ik het nu ook heb. Oh, moet ik het ook nog in elkaar zetten? Ik hoop niet dat het moeilijk is. Oké, dit was gewoon zo. En dan moet deze zo. Oké, we're getting there. Dan moet dit ding hier erop. Oh, en deze kan ik dan zelf kiezen hoe hoog ik ze wil. Dat is handig. Nou, wat leuk dit. Kan hij al draaien? Hij draait niet. Oh, hij draait moeilijk. Maar ik denk dat hij beter gaat draaien als er spullen op staan. Nou jongens, kijk hoe leuk. Ja, dit gaat helemaal goed. Goedemorgen jongens, het is weer een nieuwe dag. En we gaan opnieuw de kast verven. Kijk, hij is op dit moment zo fucking lelijk. Maar ja, ik ga het proberen te fixen nu. Ik ben me echt super haastend aan het klaarmaken. Want ik ga zo meteen met mijn moeder naar de IKEA. En we moeten om een bepaalde tijd weer thuis zijn. Want mijn zus komt terug van vakantie. En mijn moeder die wil heel graag natuurlijk haar kleinkinderen zien. En ik wil ook heel graag mijn neefje zien. Maar zij wil gewoon thuis zijn als zij thuis komen. Dus we moeten echt op tijd terug zijn. Dus we moeten snel naar de IKEA. Dus ik zit me echt helemaal snel klaar te maken. Zag je dat? Ik spreek er gewoon mis. Gewoon naast mijn hoofd. Zonde. Ongeveer klaar. Nog even een geurtje op. Even de voorste plukken van mijn haar een beetje stijlen. Want het is echt ontploft. Oh, het valt echt wel mee hoe ontploft het is. Nou. Dan ben ik misschien wel klaar. Nog een gizoetje op. Zo. Ready. Zo. Guess who's back? Eén oog. Ja. Twee ogen. Zijn dat zijn ogen? Twee ogen. Ja, helemaal goed. En dan nog de mond. Jimmy. Hey vriend. Zit die haren weer mooi. Echt mooi hoor, Shay. Goed zo. Hé, hey, wel binnen de lijntjes. Ik heb even wat anders meegenomen. Oké. Ik zit in de auto. Ik heb vandaag geverfd. Naar de IKEA geweest. Quality time met mijn neefjes. Want die waren terug van vakantie. Die had ik echt heel erg gemist. Wat heb ik nog meer gedaan? Ja, 2 keer geverfd dus. Vanochtend en net nog. En ja, dus naar de IKEA. Nou oké, ik vertel alles nu 2 keer. Want het lijkt alsof ik nu heel weinig heb gedaan. Maar ik... Het voelt wel alsof ik heel veel heb gedaan. Dat heb ik ook.
Ik dacht, daarom vertel ik twee keer. Lijkt misschien wat meer. Oké, we zijn nu onderweg naar Jani. Die heeft vandaag gewerkt. Ik ga lekker bij hem slapen. Even weg uit de chaos van mijn kamerverbouwing. Waarom rijdt deze 40? Daar kan ik heel slecht tegen. Goedemorgen, zonder zorgen. We hebben net lekker ontbijt gemaakt. En dit is het ontbijt. Lekker een boterham met kipfilet, avocado en ei. En voor mij geen eigeel, want dat vind ik niet lekker. Daar krijg ik echt de egg van. Ik ga zo meteen lekker sporten en dan ga ik daarna weer verder in mijn kamer. En vanavond moet ik werken. Lekker. Lekker? Ja. Oké, jongens, ik heb net lekker gesport en gegeten. Ik heb boodschap gehaald. En nu sta ik in mijn huis mijn kleding te passen van de Zara. Ik had natuurlijk geshopt bij de Zara dinsdag, geloof ik. En ik ga even jullie gewoon laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb als eerst deze body gehaald. En ik ben bang dat heel Nederland deze body dadelijk gaat hebben. Want het is echt zo'n body waarvan ik denk dat een heleboel mensen die gaan kopen. Het is 19,95 in de maat S. Ja, ik zal even de codes en zo zal ik wel even in de beschrijving zetten. Dan heb ik ook nog dit korte broekje. Wat een beetje, ja, een beetje zo'n langere. Het is zeg maar zo'n Bermuda short. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik er nu van vind. Ik heb het nu ineens aan en nu denk ik van, het is echt absoluut niet sexy. Niet dat ik altijd maar sexy gekleed wil zijn, maar het is wel heel erg lang of zo. En het zit ook te strak. Ik denk dat het gewoon veel meer oversized had moeten zijn. Maar goed, ik heb hem. En hij is 25,95 in de maat 36. Ik vind hem wel leuk, maar ik moet er denk ik even aan wennen. En dan heb ik deze fantastische broek van Zara ook. 39,95 en ik heb hem een maat 40 genomen omdat ik hem lekker oversized wilde. En dat hij dan een beetje baggy valt, zeg maar. Nou, dat is wel gelukt. En hij heeft dan aan de achterkant van die, ja, van die dingen, van die zakken en scheuren. En ik vind het wel echt heel leuk. Even in de spiegel kijken. Ja, jongens, ik vind dit echt een heel leuk outfitje, zo samen. Misschien doe ik dit wel aan morgen. Ik ga morgen naar Music On. Ik ben ook even aan het kijken wat ik daarvoor aan moet. Ik heb ook nog dit jasje gehaald. Dit is in een M en hij was 79,95. Echt fucking duur. Hij was van een mannenafdeling, maar ik vond het wel echt een heel leuk jasje. Ook van de Zara en het is dus mannenafdeling. En ja, ik weet niet, ik vond het wel leuk. Dus dat is ook nog deze jas. Die heb ik ook nog. Ik weet niet hoor, maar toen ik in de Zara was, dacht ik echt bij alles van, wauw, dit is geweldig. Ik heb nu echt een goede vondst. En nu ik het allemaal aan heb, denk ik, ik weet niet. Ik voel het niet. Misschien omdat ik geen make-up op heb, mijn haar lelijk zit en zo. Ik weet het niet. Oké, en dan hebben we nog een kort broekje. En dat is ook een Bermuda short. En die kan ik zeg maar zo doen, maar ik kan hem ook in deze knoop doen. Nou, deze heb ik in de maat 38 genomen, zodat hij iets groter valt. Want ja, je kan hem toch strakker doen met die knopen. En hij is 29,95. Maar ook bij deze moet ik echt weer even wennen. Oh, en ik heb ook laarzen, jongens. Ik heb dus deze laarzen ook gehaald. En deze had ik dan weer in een andere Zara gehaald. Omdat ze in Den Haag niet hadden, maar ze hadden wel een mall. En deze waren, ja, er staat hier 80 pond. Maar ze waren afgeprijsd, ze waren 45 euro. Dus die vond ik ook wel leuk. En ik had eigenlijk voor Music On in mijn hoofd dat ik dan deze laars zo eronder zou doen. Met zo'n kort broekje en dan leuk een topje. Maar ik vind het op een of andere manier zo vreselijk nu ik het aan heb. Misschien moet ik het even realiseren. Misschien zit ik nu gewoon in zo'n moment dat ik alles stom vind. Want dat heb ik wel eens. Oké, kijk jongens. Ik heb nu weer dat broekje aan. Maar nu vind ik het dus wel leuk staan. Met dit oudje zo. En op zich vind ik hem zo leuk met die knoop. Maar ik had hem net gewoon zo. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Als hij dan zo'n beetje... Ja. Mijn moed is eindelijk veranderd. Ik vind het weer leuk. Nou.
Oh jongens, ik heb ook nog dit broekje van de Bershka. Vond ik heel leuk. Lekker zo'n soort pyjama shorts. En dit is in de maat S. En hij is €17,99. Ja, en dan kan je hem ook dus zo stylen. Dit broekje. Nou, ik vind het helemaal leuk. Gewoon met die laarzen erbij. Dit zou ook nog wel eens een outfitje voor morgen kunnen zijn. Ja, ik vind dat wel leuk. Hij moet wel een beetje dicht. Ik voel de vibe wel. Nou, dit ga ik natuurlijk niet aandoen op Musicon. Maar dit is wel een prachtig pak. Ik heb deze ook geshopt bij de Zara. En die top die hoort eigenlijk zo als het goed is. Hij zit echt heel lastig. Volgens mij heb ik hem nu goed. Maar je kan hem dus ook, dat vond ik wel leuk, een beetje zo doen. Heb je dus nog een beetje zo die buik. En dan die broek. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. Mooi pakkie. En dit pak. De kaartjes liggen hier op de grond. Ik weet niet meer wat de top of de broek was. Maar €29,95 in een S. En deze €25,95 ook in een S. Ja. Ik ben verkocht. Het laatste item wat ik geshopt had. Dat is deze jurk van de Zara ook. Nou. Dit is toch prachtig. Ik hou van panterprint de laatste tijd. Het is natuurlijk ook wel weer in. Maar je kan ook echt de plank misslaan met panterprint. Want er zijn heel veel verschillende soorten printjes. Maar dit printje vind ik dus echt ja, super mooi. Dat is eigenlijk precies dezelfde als die body die ik net aan had. Ja, en hij zit wel een beetje wijdjer aan de onderkant. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Maar ja, misschien ook wel weer leuk juist. En deze jurk heb ik in een M, geloof ik. M. En hij is €29,95. Nou, dat vind ik dus echt heel erg meevallen voor deze jurk. €30. Heb je een hele outfit. De meid is weer lekker aan het verven. En dit keer is de kast af. En nu gaan we de muur doen. Of tenminste de muur. De latjes op de muur. Het steigerhout. Het wordt helemaal wit hier. Gezellig, hè? Ik ben blij, want dat steigerhout hoeft echt maar één keer. Dat hoeft maar één laag. Dus ik denk dat ik vandaag daar klaar mee ben. En dan is al het verfwerk gewoon gedaan. En dan kan ik mijn kast in elkaar gaan zetten. Want ik heb dus bij de IKEA een kast gekocht. Dus ja, die moet nog even in elkaar. En dan is het grootste gedeelte wel gedaan, gelukkig. Nou, ik heb even een heerlijk maaltje voor mezelf gemaakt. Heel erg veel trek in. Kaassaus moet nog even. Beetje dik worden. Ja, 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 ja. Oh, wat voor. Oh, zo, dat is een dure. Oh, nou ja, ik heb ook nog een tijdje gekeken, maar ik zal. Nou jongens, ik heb toch een stress. Ik heb echt tijdstress. Ik moest eigenlijk nog wimpers opdoen. Nou, eigenlijk had ik een wimperafspraak. Ik moest gewoon naar de wimpers. Wist ik niet. En ik zat nog helemaal. Ik zat nog helemaal te denken van. Zou ik misschien mijn afspraak kunnen verplaatsen dat ik voor zaterdag nog wimpers heb? Had ik gewoon mijn fucking afspraak gewoon zaterdag. Wat een ei. Echt, ik baal zo erg. Maar goed, ik moet dus nu dit even gaan fixen. Want het ziet er echt niet uit. Ik heb echt 3 wimpers op. Dus ik ga een paar wimpers eraf trekken. En dan ga ik maar mascara opdoen. Ik heb dus ook nepwimpers hier liggen. Maar ik kan dat echt niet. Ik kan dat gewoon niet aanbrengen. Er zo slecht in. En ik heb ook geen wimperlijm. Dus dan moest ik nog naar de kruidvat. Nou, en daar had ik geen tijd meer voor. Dus zoals jullie horen. Gaat het allemaal volgens planning. En ik had mijn haar dus net helemaal leuk in zo'n messy bun. Met krullen. Want ik heb mijn haar gekruld. Dacht ik opeens. Shit. Ik moet een helm op. Want ik ga zo meteen achterop bij Felice op de scooter. Moest ik weer heel mijn haar uit elkaar halen. Dus ja. Echt alles gaat via volgens planning. Maar niet eens. Als ik het krul. Heb ik nog best wel wimpers. Kijk. Ik heb nog best wel wimpers eigenlijk. Foto van mami.
Daar ben ik weer. Ik edit Zoe op dit moment. Ik heb helemaal niet meer gefilmd hoe mijn zondag is afgelopen. Ik was namelijk echt mega brak. Ik was toch nog even voor moederdag met mijn schoonmoeder gaan lunchen. Nou, ik heb 3 happen gegeten die hele lunch. Echt super zonde, want ze hadden allemaal lekkere dingen. Maar ik kreeg gewoon geen hap door mijn keel. Ik was echt heel erg brak. Ik heb die hele zondag lekker in de tuin gelegen, op de bank gelegen, in bed gelegen, bijgeslapen, eigenlijk helemaal niks gedaan. Ja, ik voelde me gewoon echt super slecht en ik was echt heel erg brak. Maar ik wil het nog heel even hebben over Musicon, want what the fuck, dat was zo'n leuk festival. Ik heb echt lang niet zo'n leuk festival gehad. De muziek was echt perfect en ik wilde dus eigenlijk de zondag ook gaan, maar ja... Wat ik net vertelde, ik was echt mega brak. Ik kon het gewoon niet aan. Maar volgend jaar ben ik sowieso 2 dagen Musicon. Hou je van house muziek, dan is dit echt een aanrader. Dit festival is echt super leuk. Ja, dat wilde ik nog even gezegd hebben. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Zijn jullie ook benieuwd naar de weekvlog van vorige week? Dit was de weekvlog van 2 weken geleden. Dan moet je even wachten tot vrijdag. Die komt aanstaande vrijdag online. Oké, bedankt voor het kijken jongens. Doei!